Zdenek, mag ik je voorstellen aan iets dat je misschien nog kent van vroeger? Een veldritparcours. Ja, goh, dat is even wennen. Ja, dat is niet zo vaak dit seizoen dat ik was zo fel na een ritje hier. Ja. Maar ja, het is terug heel plezant. Ik ben heel blij dat ik kan nog terug parkrossen doen. En ik zal dat zeker genieten. Zdenek Stibar met een fiets voor het veld. Het is lang geleden dat hij daar nog eens op reed. En nog langer dat hij nog eens een parcours ging verkennen voor een echte wedstrijd. Dat doet hij nu samen met Steven de Jong en in zijn eigen Essen. Niet ver van waar hij woont. De supportersclub is hier van Essen. Zo, ja, ik echt kijk naar uit. Ja, is hij toch een beetje terugkomen naar daar waar je hart ligt? Oh ja, inderdaad. Is altijd leuk. Is de eerste liefde. De cross. Vorig jaar reed Stibi zijn eerste seizoen op de weg en dat was bij momenten afzien. Maar hij is er nog altijd van overtuigd dat hij de juiste keuze heeft gemaakt. Dat is eigenlijk mijn droom. In de klassiekers dat goed doen, goede resultaten doen. Maar daar moet ik leren en dat zal mij sowieso een seizoen nog kosten. En daarna, ik hoop volgende jaar, ik hoop dat ik kan een resultaat rijden. Dit jaar nog een studiejaar op de weg. Volgend jaar hoopt hij dan in pakweg de Ronde van Vlaanderen een finale te kunnen rijden. Maar eerst dus morgen zijn grote comeback in het veldrijden. Ja, hoe ga je het morgen aanpakken? Ik weet het nog niet. Ik moet zien hoe ik zal voelen morgen. Ik ben niet echt denken over resultaat. Maar gewoon gaan en genieten en proberen mijn best doen.